Beeldende en audiovisuele kunsten is een artistieke en praktisch-theoretische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein kunst en creatie. Leerlingen met een grote interesse in het artistieke, al dan niet binnen de basisoptie kunst en creatie, kunnen in de beeldende en audiovisuele kunsten ongetwijfeld hun enthousiasme en creativiteit kwijt. Deze studierichting is er voor leerlingen die in de eerste graad A, algemeen of accent volgden. Misschien kom je uit een andere regio en heb je geen idee wat we bedoelen met A, algemeen of A, accent. Maak gerust een afspraak om de haalbaarheid van deze studierichting in kaart te brengen. De algemene vorming neemt een belangrijk deel van de lessentabel in. Met vakken zoals godsdienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen en aardrijkskunde verbreden we je kennis. In het vak wiskunde gaan we aan de slag met onder andere getallenleer, meetkunde, algebra en functieleer, logica en probleemoplossend denken. De algemene vorming in deze richting is duidelijk minder wetenschappelijk wiskundig dan in de studierichting beeldende en audiovisuele vorming. Jezelf vlot kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels, is uitermate belangrijk voor een toekomstig ondernemer. We spenderen hier dan ook 8 lesuren per week aan. Uiteraard spreken we je creativiteit aan in een stevig pakket kunstvakken. In het 5e jaar voorzien we maar liefst 11 uur in het weekrooster. En in het 6e jaar is dat zelfs 13 uur per week. Je maakt kennis met beeldende vorming, fotografie, animatiefilm, video, geluid en montage om een eigen of bestaand verhaal te brengen. Je experimenteert met een waaier aan technieken zoals tekenen, schilderen, boetseren en diverse materialen, waaronder ook digitale tools. Je leert filmbeelden maken met goede composities, juiste focus en belichting die weergeven wat je bedoelt. Je maakt verhalen die je giet in storyboards of scripts en die je vervolgens gebruikt op de set. Je ontwikkelt niet alleen een eigen beeldtaal, want in het vak kunstbeschouwing maak je ook kennis met kunststromingen uit het verleden en uit de huidige kunstwereld. Na de 2e graad kan je terecht in de richting beeldende kunst of audiovisuele kunsten. Als je het 6e jaar succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen, of ga je direct aan de slag in de creatieve sector.